sorry hoor. Nog even één ding. We hebben het in dit programma vaak over grote wereldproblemen, maar ik heb ook mijn eigen issues. En daar mag ook wel eens aandacht voor zijn. Het is tijd voor... Ja, de avondshow. Arjen's kutleven, ja. Met belangrijke frustraties uit mijn eigen leven. En deze week is dat overal reclame. Maar echt overal. Tuurlijk, niemand houdt van reclame. Hè? Behalve die types die er veel geld mee verdienen. Zoals marketingmensen en Loekie de Lul. Maar het is nu echt aan het ontsporen. Want we hadden al reclame op tv, op de radio, in de brievenbus, social media, billboards. Daar leer je mee leven. Maar afgelopen weekend was ik jarig. Dus zoals ieder jaar ging ik lekker naar indoor speelparadijs Clouncy Bouncy. En ja, en na 2 uur trampolinespringen moet je plassen. Dat is normaal. En daar, op de wc, zag ik dit. Reclame terwijl je staat te plassen op een LED-scherm met bewegend beeld. Waarom? En dit is voor mij de druppel. Kijk, een tv-reclame kan je wegzeppen. Maar probeer maar eens af te knijpen naar 4 pils en een cola Berenburg. Dat is niet te doen. En dit is niet alleen een Clouncy Bouncy. Hey, je ziet dit soort wc-reclames de laatste jaren in cafés, in tankstations, in clubs, in bioscopen. Steeds vaker. Ik bedoel, het begon ooit onschuldig met die kleine bromvliegreclames in urinoirs. Ja, ik heb zelf ook wel eens 40 bromvliegen besteld, tuurlijk. Maar inmiddels is het dus met bewegend beeld. Terwijl een toiletbezoek, dat is me-time. Dat is een momentje van rust, van bezinning. Maar dat is precies de reden dat ze je daar pakken. Geven ze ook gewoon toe. Hier, dit is van de website van een bedrijf dat ze geld verdient met dit soort zeikschermpjes. Kijk, zodra u het toilet bezoekt, stapt u in een oase van rust en privacy. De ideale gelegenheid en het moment om de volle aandacht voor uw boodschap, gadverdamme trouwens, te realiseren. Dus dit bedrijf zag een oase van rust en privacy en dacht, hey, laten we dat eens even lekker verneuken. Terwijl het plassen wil, tijdens het plassen wil ik me gewoon richten op het plassen en op het richten van het plassen. Wat is dit voor ziek bedrijf? En dit is dan nog in de horeca, maar ze hangen die schermen ook op plekken waar mensen soms nuchter zijn. Hè? Op kantoren bijvoorbeeld, voor interne communicatie. Hier, kijk, hier zie je hoe het werkt. Lekker naar de wc, kwartaalcijfers op de spiegel, vind ik al op het randje. Lekker plassen, bam, werknemer van de maand. Je collega recht voor je gezicht. Zo kun je toch niet plassen? En stel dat ik tegen mijn werknemer van de maand aan moet kijken als ik naar de wc ga. Kijk, dit is veel te intiem, Diederik. En ja, gefeliciteerd, maar toch. En ja, tuurlijk hangen hier op de redactie ook foto's van mij op de wc's. Maar dat is iets anders. Dat staat in mijn contract. En ze zijn zo sluw, jongen. Ik zag ook dit hier. Je komt binnen, je ziet meteen reclame. En dat blijft zo terwijl je je gulp open doet. En dan bestuur je met je straal een ski-game. Als je naar links wil, pis je naar links. En naar rechts, naar rechts. Nou, ik denk niet dat de schoonmakers zitten te wachten op het onderdeel reuzenslalom. In ieder geval, ze doen alles om je naar het scherm te laten kijken en geen seconde reclamevrij te leven. En misschien denk je nu, hé, ik ben een vrouw, dit is niet mijn probleem, Arjen. Fout! Ook mensen die zittend plassen zijn een sigaar. Hier, check dit demonstratiefilmpje. Kijk, er is een sensor die registreert of je zit. En aan de binnenkant van de deur hangt dan een spiegel. En moet je zien wat er met het scherm gebeurt als je gaat zitten. Dat wordt gespiegeld. En als je dan opstaat, draait hij weer terug. Dan kun je lekker reclame blijven kijken via de spiegel. En om dat dus mogelijk te maken, wordt de wc dus volgehangen met sensoren. Waarom moet ik overal volgepompt worden met informatie? Nou, volgens dat wc-reclamebedrijf dus, omdat het werkt, waar u ook bent. Dit is doodeng! Nog even in de wc-rol houden, die gaat op slot, totdat je de hele reclame hebt gekeken. Nog een velletje? Kijk eerst deze video. Ah, kapper met die wc-schermen. Doe gewoon weer die vlieg of van die ludieke aanzichtkaarten. Of die vieze gratis zuigsnoepjes in de pisbakken. Weg met die schermen. Maak van toiletbezoek weer een moment van rust en bezinning. En dit was... Dat lukt op. Jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.